Een hele goede middag allemaal. Heel erg leuk dat jullie meekijken. Welkom bij deze online spotlight van Naturalis. En voordat we daarmee gaan beginnen, zal ik eerst even uitleggen wat houdt een spotlight eigenlijk in en waarom doen we dit. Want we willen graag laten zien dat we meer zijn dan een museum alleen. We zijn namelijk een groot onderzoeksinstituut met een hele grote collectie van meer dan 42 miljoen objecten. En die objecten die hebben we om de natuur beter te kunnen bekijken, begrijpen en hopelijk ook te kunnen behouden voor nu en in de toekomst. En zodoende staan er ook elke week weer medewerkers van Naturalis in de spotlight en die vertellen dan over hun werkzaamheden. En tijdens deze spotlight heb ik ook een vraag aan jullie. Ik zie dat jullie er al in bezig zijn in de chat, maar stel gerust je vragen in de chat. Die proberen we te beantwoorden in de spotlight zelf. Eventueel als er veel zijn, kan het ook naar de hand nog zijn via de chat. Maar weet alleen wel dat er een kleine vertraging in de verbinding zit. Dus het kan even duren voordat je vraag beantwoord wordt. Ik ben heel benieuwd wat jullie te vragen hebben. Ik ben heel benieuwd naar de spotlight zelf. Ik ben er weer klaar voor. Ik hoop jullie thuis ook. En ik hoop vooral dat Pasha er ook klaar voor is. Jazeker. Dat is mooi. Welkom Pasha bij deze spotlight. Heel erg leuk dat je daaraan mee wilde doen. Yes, dankjewel. Ik heb er heel veel zin in. Nou, dat is mooi. En wil je eerst even vertellen wie ben je en wat doe je bij Naturalis? Yes, nou, mijn naam is Pasha van Beilert, zoals er al stond. Bij Naturalis maak ik skeletreconstructies van dinosaurussen. En ik maak eigenlijk de digitale reconstructies, zoals linksboven de triceratops. Daar heb ik bijvoorbeeld scans van de echte botten die we hadden, die zijn bruin. Heb ik ingebouwd in het totaalmodel van dus de ontbrekende delen. Die zijn in het wit. En die hebben we vervolgens 3D-print. En rechtsboven kun je zien hoe ik ze in de prints aan het passen was, de echte botten. Dat deed ik samen met Hanneke Jacobs. Zij is coördinator van het volgende project waar we het vandaag over gaan hebben. De reconstructie van Trix van Nagasaki. Naast mijn werkzaamheden bij Naturalis studeer ik aan het conservatorium in Rotterdam. En doe ik een master bewegingswetenschappen. Vandaar ook de reconstructie rechts onderin. Dat is een spierreconstructie van Trix die ik voor mijn bachelor heb gemaakt. Onder begeleiding van Knoek van Soest en Anne Schulp. Die kent iedereen bij Naturalis natuurlijk. Met die reconstructie heb ik de bewegingen, of heb ik onderzocht hoe T-Rex bewoog. En dat is ook hoe ik bij Naturalis ben terechtgekomen. Oké, dat is heel erg veel tegelijkertijd wat je aan het doen bent. Maar ja. Je wilt het nu vooral hebben over één project waar je nu mee bezig bent. Dat is, je zei het al, over Trix. Yes, dus dit is Trix. Iedereen die Trix nog niet heeft gezien, kom alsjeblieft naar Naturalis. Want Trix is fantastisch. Het was ook een hele grote eer dat ik die mocht onderzoeken voor mijn bachelor. En straks voor mijn master weer. En ik ben niet de enige die dit vindt. Onze zusterstad, de zusterstad van Leiden, is Nagasaki in Japan. En die zagen Trix en die dachten, nou, die moeten wij ook hebben. Dus dat gaan we doen, zeiden we. We hebben allemaal mooie technieken vorig jaar ontwikkeld, 3D-technieken ontwikkeld, om die triceratops op te zetten. En dat gaan we nu eigenlijk ook toepassen op Trix. Dus de echte Trix, die blijft gewoon in Leiden. Dus maak je geen zorgen. Okay. Gelukkig. Maar wij gaan dus een 3D-printen, ware grote kopie van Trix maken. Oké. Okay. En dat is super gaaf. Want, dus veel mensen, als ze een skelet zien, je kijkt eigenlijk alleen naar de botten. Maar iets wat misschien niet opvalt, is dat bij het opzetten van een echt skelet, je wil natuurlijk je echte botten niet beschadigen. Dus wat doe je? Je bouwt het frame er helemaal omheen. Dus ik heb dan wat pijltjes hier op de slide gezet. Mm-hmm. Als je goed kijkt, zie je dus dat alle botten van buitenaf zijn ondersteund. En dat doe je, want je wilt je botten heel houden voor onderzoek. Daarom staan ze ook wat verder uit elkaar dan normaal, want dan kan je ze zo eruit tillen. Maar bij een reproductie hoef je dat niet te doen. En omdat we het allemaal digitaal van tevoren gaan maken, kan je dus eigenlijk het hele skelet digitaal in een anatomisch correcte houding plaatsen. Zodat je weet van, nou oké, zo gaan alle botten in elkaar passen. En dan kan je ook überhaupt kijken of wat je had bedacht gaat passen voordat je het maakt. Vervolgens kan je alle frame onderdelen er doorheen modelleren. En dan kun je het ding 3D printen
op zo'n manier dat je hem in één keer op alle frame onderdelen kan rijgen. Ja, dus, en dat is wat jij nu probeert te doen met de T-Rex, om dat voor elkaar te krijgen. Ja, nou dat zijn we gewoon aan het doen. Ja, ja precies. Ja, zo kan je het beter zeggen inderdaad. Maar dat 3D-printen, ja, hoe gaat dat precies in zijn werk? Wat is stap 1, zeg maar, die je moet doen? Ja, stap 1 is het scannen van de botten. Nou is het grootste deel van het skelet is door Valentin van Hekken gescand in 2015 en 2016. Zelfs toen ze nog bezig waren met het prepareren van Trix. Hè. Dus dit was toen Trix nog niet eens in Naturalis stond. En een aantal delen heb ik uiteindelijk dus opnieuw gescand, omdat ze nog niet af waren of sommige delen waren nog niet aan elkaar gemonteerd. Toen Valentin de scans maakte, zoals de tanden van de onderkaak. En daar ben ik hiermee bezig. Ik ben hier het achterste deel van de onderkaak aan het scannen. En wat je dus wil, want zo'n skelet heeft ongeveer 320 botten, give or take. Je moet ze één voor één allemaal los van elkaar gescand hebben. Want dan kan je ze digitaal positioneren. Ja, en dat ben je hier dus aan het doen. Dus daar hebben jullie zo te zien gewoon de onderkaak even van Trix afgehaald. Ja, ik was samen met Remmert Schouten en Hanneke Jacobs, die de foto ook heeft gemaakt. Ja. Waren we vorige week in het museum en toen hebben we die gewoon losgeteld. Dat is nog best wel een karwei hoor, want dat moet echt met z'n drieën. Het is een best wel zwaar ding. Het is een heel mooi object ook, dus je moet heel voorzichtig zijn. En dan met die strijkbout die ik daar vast heb, kan je die 3D-scans maken. Ja, en dan weet je dus precies ook digitaal hoe zo'n onderkaak er helemaal uitziet. En komt dat dan op deze manier in je beeldscherm, zeg maar, als je zo'n scan hebt gemaakt? Nou, als ik de scan heb gemaakt, je maakt steeds delen van het bot en dat voeg je samen en dan heb je één bot. Dus dat eigenlijk alleen al per scan kost dat ook best wel wat tijd. Mm-hmm. Maar het grootste deel heeft Valentin dus gedaan, gelukkig, in het verleden. Maar wat dus eigenlijk mijn voornaamste taak is, om al die losse dingen die nog niet gearrangeerd zijn, om die in een mooie houding te plaatsen. Dus ik heb nu toevallig, dit is mijn lievelingsstaartwervel van Trix namelijk, die heb ik ook voor mijn onderzoek heb ik die vorig jaar uitgeprint. Mm-hmm. Dus stel dat ik één zo'n wervel heb en ik heb er dan nog één, dan wil ik eigenlijk weten hoe horen ze ten opzichte van elkaar. Ik kan ze zo plaatsen, maar dit klopt dan niet, want dit is nummer 4 en dit is nummer 3. Okay. Dus de voorkant wijst voor mij naar rechts, dat is geloof ik voor jullie naar links. Ja. Dus hoe kan ik ze plaatsen? Want ik kan zelfs als ik weet dat die voetjes in elkaar moeten, kan ik dit alsnog op 10 verschillende manieren doen. Hè? Ik kan ze heel dicht tegen elkaar aanplaatsen, maar dat is te dicht tegen elkaar aan. Ik kan ze heel ver uit elkaar zetten. Dat is bij de echte Trix, maar dat is handig, want dan kan je ze zo los van elkaar uit het frame tillen. Maar dat gaan wij niet doen. Wij gaan het op de anatomisch correcte manier doen. En dat is zo. Kijk, nou is hij goed in beeld. En dan vervolgens hang je nog zo'n dingetje eronder, dat is een chevron, die komt hier zo onder. En dit heb ik dus voor elk van de botten van Trix gedaan. Ja, dus zo is het helemaal achter elkaar geplaatst eigenlijk. Ja, dus dit is 1, nou heb je er 3. En dan 5 wervels, 4 van die chevrons eronder. Ja, ja, die chevrons, dat zijn die botten die er aan de onderkant bij hangen. Ja, die bungeltjes. Ja, die bungelende dingetjes. Ook te noemen. Ja, en even kijken, want uiteindelijk heb je dan ook zo hier de hele staart. Of ja, dan? Dus dit is helemaal. Sorry? Nog niet helemaal natuurlijk, hij past er net niet op het beeld zo te zien. Maar ongeveer de helft van de, helft van de staart, die staart 6 meter lang, joh, ongelooflijk. Ja. Ja, dus bij de echte Trix zijn al die blauwe onderdelen, dat zijn afgietsels van een andere T-Rex, want die staartwervels zijn nooit gevonden bij Trix. En hoe je dus, wat je dan moet doen, of hoe je het in ieder geval vroeger deed, was dat je dan afgietsels van een andere T-Rex maakte en daarmee jouw ontbrekende delen aanvulde. En dit is ook hoe de huidige Trix, hoe die staartwervels zijn aangevuld. Maar wat natuurlijk veel gaver is en wat je niet kan doen met afgietsels, is dat je de botten die je wel hebt, dus de voorste 2 net voor het gat en de achterste 2 net aan weerszijde van het ontbrekende deel, zeg maar. Mm-hmm. Kun je zo vervormen, zodat je je hele rij opvult. Dus als je dan goed kijkt, zie je dat, dat heb ik dus gedaan.
En als je goed kijkt, zie je dat de hele staartrij nu veel vloeiender in elkaar overloopt. En omdat prikstaartwervels ook veel mooier bewaard zijn, wordt de hele staart dus en dus iets echter, want het is meer priks. En gewoon wat mooier, omdat ze mooier bewaard zijn. Ja, ja, precies. Even kijken, ik zit even in de chat te kijken, want er komen twee vragen langs. Even kijken, volgens mij heb je de ene al genoemd. Hoeveel botten priks heeft? Als ik het goed heb, zei je net 320 ongeveer. Ja, dat is een ruwe schatting, want mensen zien meestal een schedel als één bot. Hè? Maar eigenlijk bestaat je schedel uit heel veel kleine botjes die aan elkaar vastgroeien. En dus afhankelijk van wat je precies één schedeldeel of wat je een los botje vindt, zijn het een stuk of 30 of 40, geloof ik. Dat weet ik niet precies uit mijn hoofd. In de schedel bedoel je? Ja, in de schedel. En daarnaast heb je ook nog eens dat je eigenlijk nooit het uiteinde van de staart vindt. Anne zegt altijd heel leuk dat dat de lekkerste delen van een dinosaurus zijn. Dus die hele kleine werveltjes aan het uiteinde worden snel opgegeten door aaseters. En die vind je dus nooit. Dus je weet niet precies hoeveel staartwervels een T-Rex heeft gehad. Het is dus ergens tussen de 39 en de 47. En Trix heeft er 42. Oké, okay. Ja. Maar dan, dus daar zit dus een marge in, dus je kan het niet precies weten. Ja, dan hebben we gelijk ook de andere vraag beantwoord. Dat was ook een vraag die gesteld werd, namelijk over de wervels. Hoeveel dat er ongeveer zijn, dus helemaal goed. Ja. Even kijken, want nou heb je dit met die wervels gedaan, met de staartwervels. Die heb je dus helemaal met de computer gemodelleerd. Maar je hebt dat ook met andere botten nog moeten doen. Ja, dus ik zei net al dat Valentin botten heeft gescand voordat ze eigenlijk helemaal af waren. En dat zie je hier zo op het bovenste deel. Ten eerste zie je dat er allemaal frame delen al omheen zitten om het te ondersteunen. Want het is een heel zwaar bot. Maar er zijn ook gewoon hele delen die nog niet fysiek gemodelleerd waren. Die waren nog niet gerestaureerd. Maar dat was het enige moment dat dat bot gescand kon worden. Dus ook een van mijn taken is om alle botten die er nog niet, die nog niet helemaal realistisch natuurgetrouw zijn, om die ook digitaal te restaureren. Ja. Dus ik heb, en dat is dus het onderste plaatje, daar heb ik al die framedelen weggewerkt, al die ontbrekende delen heb ik aangevuld met andere wervels en de rechterkant van het ilium. Dus waar we hier naar kijken trouwens, is het iliosacrum. En dat is natuurlijk een duur potjeslatijn woord. Dat is bij ons is dat het heiligbeen en het darmbeen. En dat kan je ook wel zien als het bekken. Oké, ja, ik zag je al wijzen inderdaad naar de plek waar je zelf ongeveer zit. Ja, dat maar dat is net buiten beeld natuurlijk. Ja, dan hebben we een beeld waar dat zo ongeveer zit. Helemaal goed. En uiteindelijk heb je dus deze botten heb je helemaal met 3D-technieken helemaal zo nagemaakt. Maar je hebt dat met het hele skelet natuurlijk dan moeten doen. Dat heb je ook in een filmpje gezet. Ja, dus voor de meeste van die scans waren gewoon echt perfect. Bij een aantal van die botten heb ik het wel moeten modelleren, omdat die of niet gescand konden worden, of omdat je er niet meer bij kan in het skelet. En inderdaad, dus dit is het resultaat van al die botten één voor één in de houding zetten die Nagasaki wilde. Ja. Dus Nagasaki wilde een soort aanvallende loophouding. Dus dit is het resultaat. Ik ben er best wel trots op eigenlijk. Hij ziet er heel gaaf uit. Ook ja, dat leuk... mag best zijn volgens mij. En hier zie je inderdaad die andere houding. Dus hij staat wat meer rechtop dan Trix hoe zij bij ons staat. Trix zelf staat wat meer naar beneden met de kop. Ja. En dat wilden ze in Japan graag. Ja, dus een van de redenen dat de kop van de echte Trix zo laag aan de grond zit, is omdat je een echte schedel, die is zo zwaar en zo kostbaar, die wil je niet 4-5 meter boven de grond monteren. Ten eerste omdat je dan je prachtige schedel niet kan zien. En ten tweede, dat is een ontzettende engineering klus, zeg maar, om dat goed en veilig te doen. Dus daarom hebben ze voor een soort etende, bijtende houding voor de echte Trix gekozen. Maar Nagasaki wilde echt een soort aanvallende loophouding. Ja. Dus ook leuk aan deze houding is, je ziet dat toevallig vanuit dit aangezicht goed. De knieën staan best wel dicht bij elkaar. En dat is bewust.
De meeste dinosaurussen in musea worden heel wijdbeens neergezet. Maar eigenlijk zijn er heel weinig dieren die wijdbeens lopen als ze op twee benen lopen. Eigenlijk staan dinosaurussen hier ook onbekend. Want dinosaurussen stammen af van reptielen en die stonden heel wijdbeens. En naarmate het dinosaurussen zijn geworden, zijn die benen omhoog gaan staan. Dus hier heb ik nog best wel een tijdje met Anne naar gekeken, tot we er beide tevreden over waren hoe natuurlijk het eruit zag. Ja, het sluit weer heel goed aan bij een vraag die in de chat langskomt. Hoe bepaal je wat een realistische houding is voor een dino? Ja, dat is dus een best wel moeilijke taak eigenlijk. Want at the end of the day, er zijn geen spieren meer over. En je vindt ze soms, vind je de botten echt mooi op een rijtje, maar dan alsnog zit hij zo helemaal verdraaid. Dus dat is ook niet hoe die tijdens zijn leven liep. Dus wat je kan doen is kijken naar krokodillen, hoe hun staart bijvoorbeeld eruit ziet. En je kan kijken naar vogels, want dinosaurussen zitten in de evolutionaire stamboom, zeg ik maar even. Daar worden biologen niet heel blij van als ik evolutionaire stamboom zeg, maar goed. Heb je hier krokodillen, hier vogels en dinosaurussen zitten er precies tussenin. Dus je kan daar naar kijken. Wat je ook kan doen is, dan kan je vervolgens je inbeelden hoe die spieren liepen. En als je weet van, nou oké, deze spieren hadden deze functies, dan kan je een aantal dingen uitsluiten. Ja, dus eigenlijk door te kijken naar dieren van nu die heel erg verwant zijn, heel erg op dinosaurussen lijken bijvoorbeeld, dan kom je erachter hoe zo'n dier er waarschijnlijk uit heeft gezien. Ja, alleen het moeilijke is wel dat dinosaurussen ook een aantal skeleteigenschappen hebben die je niet bij krokodillen of bij vogels ziet. Dus er is wel een deel dat je gewoon moet beredeneren door bijvoorbeeld spierreconstructies te maken. Ja, oké. Okay. Helemaal goed. Dan even zien hoor, want je zei het aan het begin al. Dit ziet er wat gek uit als plaatje, maar dit is, wat zien we hier? Nou, dit is het gemodelleerde frame. Dus ik heb samen met Donald van den Burg hebben bedacht hoe we elk van die botten willen, hoe we het frame door elk van die botten willen wegwerken. Dus hij berekent dan de krachten en dergelijke en hij doet alle technische aspecten. En wat ik dan doe, is dat ik dus dit model maak. Want het idee is dat ik dus, als ik weet waar die stangen gaan lopen en hoe we alles gaan monteren, dan kan ik van tevoren gaten uit de prints, digitaal uit de prints knippen en dan printen we het op ware grootte uit. Dus ik heb daar een voorbeeld van. Het is een mislukte staartwervel, vrij groot, maar zit hier een gek gat in het midden. En dat is dus een van die stangen aan de achterkant. Want als je dan 5 van die wervels hebt en je hebt een stang, dan kan je ze 1 voor 1 zo op de stang krijgen. Ja. En dan zie je trouwens ook meteen hoe groot die staartwervels zijn. Ja, dat wou ik zeggen. Dit is dus hetzelfde als deze. Of ja, niet dezelfde, maar 3 later. Mm-hmm. Maar ze zouden dus dezelfde formaat zijn. Ik heb deze dus in het klein uitgeprint. Oké, maar die grootte, is dat de realistische grootte? De watergrootte? Ja, 1 op 1. Oh, wauw. Je zei net dat gat, dat zit er dus in en dat print je dan ook zodanig. Ja, dus dit is eigenlijk het grootste voordeel van het digitaal doen, als je het mij vraagt. Want als je het met afgietsels zou doen, dan moet je dus al die botten gewoon as is, moet je afgietsels van maken. En dan moet je kijken van, nou, wat gaan we doen om die stangen er doorheen te krijgen. En je weet van tevoren dus niet wat de houding gaat worden. Dat bouw je gaandeweg op en dan hoop je dat die mooi wordt. Maar nu kan ik dus de stangen er al doorheen modelleren. Die gaten eruit knippen, dan printen we het zo uit. En als zij dus rechte stangen hier doorheen rijgen, dan krijg je alsnog die buiging die je van alle kanten zag in het hele skelet. Omdat die er eigenlijk al van tevoren ingeknipt zijn. Ja, dat is heel erg handig. Heel erg groot voordeel lijkt me ook van 3D-printen. En je hebt ook nog iets moeten bedenken. Ja, dus dit zijn de 2 bovenbenen. Die zie je nu vanaf de achterkant. En in het midden zou dat iliosacrum, het bekken waar we net keken, die zou daar dan zitten.
En die stangen die hier doorheen moeten, die moeten dus eigenlijk een soort hoekje om. Dus dat is meteen heel lastig als je dat in een print wil, verwerken. Dus wat we hiervoor hebben gedaan, of tenminste dat Donald dan bedacht. Nou, dan komen er twee stangen en daar maak je dan het ringetje omheen. Dat zeg maar die verdikking die je aan beide kanten ziet. En daarmee schroef je het vast. En dan is hij eigenlijk klaar. Maar het probleem is dat alleen kan als je erbij kan. Dus wat ik heb gedaan is dat ik een soort kapje voor heb uitgeknipt. Die zie je rechts, zit die erop. En dan kan je hem afdekken. En volgens mij heeft nog geen enkel ander museum ter wereld het zo gedaan. Dus dit is wel nieuw. Ja, precies. Het ziet er heel erg handig uit en ook heel erg goed uit zo. Zeker aangezien deze botten, die zijn nu natuurlijk wit, zoals we ze nu hier op het scherm zien. Maar ze worden daarna ook nog geverfd. Ja, dus ze worden geverfd door Michael. Die zie je daar, Michael van Leeuwen. En dat doet hij echt super mooi, want van een afstandje kan je ze gewoon niet onderscheiden van het echte skelet. Hij gaat er zelfs met, af en toe loopt hij ook langs het skelet om even te kijken of de kleuren wel helemaal overeen komen. En dan dus die kapjes, je zou een naad zien normaliter als je het zo vastplakt. Maar hij maakt het naadloos, dus hij werkt het heel mooi af. En dan zie je echt helemaal niks meer. Nee. Dus het wordt heel gaaf. Ja, precies. Ja, en wat we hier zien liggen, dat zijn nog allemaal wat kleinere delen. Althans, de poten zijn in totaal natuurlijk wel heel groot. Maar ja, je ziet het niet, omdat we er vanaf de voorkant tegenaan kijken. Maar Michael en ik staan echt 2 of 3 meter achter die tenen. Ja, precies. Zo groot is dat. Maar er zijn ook botten die in hun eentje al behoorlijk groot zijn. Hoe print je dat? Nou ja, dus dit is het iliosacrum, dus het bekken. Die is zo groot dat die zelfs in onze supergrote printers die we nu hebben, kon hij niet in. Hij moest in 6 delen eigenlijk. En elk van die delen duurde ook zodanig lang dat het totaal bijna 40 dagen aan printtijd was. Gelukkig hebben we 2 printers, dus werd dat gehalveerd tot 20. En dan met een paar keer dat het, want het gaat wel eens fout, hè, net als deze staartwervel. Dus uiteindelijk heeft het geloof ik 1 maand in totaal geduurd. Maar ja, je moet ze dus digitaal uitknippen. En daar heb ik dan ook van die Duplo-stukjes voor bijgemodelleerd, zodat ze op 1 manier in elkaar kunnen klikken. Ja, maar dat duurt dus heel lang, ja. Ja, zeker. En het zijn dus ook meerdere stukken. En dit vind ik een heel grappige foto. Maar hier zie je Janneke die hetzelfde 3D-printe bot dus vooruit aan het trekken is. Maar je ziet zeker als we wat dichterbij kijken, daar zie ik eigenlijk niet dat het uit 6 stukken bestaat. Nee, ik ben ernaast gaan staan. En ik weet waar de naden zitten. En alsnog kon ik ze niet meer vinden. Nee. Dus het wordt een heel realistisch skelet. Dus dat wordt super gaaf. Wordt heel gaaf, ja. En uiteindelijk moet hij naar Japan toe. Hoe gaan we dat doen? Ik hoef eigenlijk niks meer te zeggen. Ja, dus nog een voordeel van gewoon al die modellen hebben en precies weten hoe de segmenten die je in elkaar gaat schroeven eruit gaan zien, is dat je dus gewoon al die dingen in een doos digitaal kunt zetten. En dan kun je kijken of het past en hoe groot die dozen moeten zijn. Ja, dat is ook een groot voordeel hiervan inderdaad. Ik zie even kijken nog een vraag, maar ik denk dat je door dit alles te vertellen die je al beantwoord hebt. Even kijken, waar vertaalt jouw kenniskunde zich naar in dit project? Want iedereen kan toch met een strijkijzer wat botten inscannen, knipoog. Dus het is meer, volgens mij weet je er heel erg veel van en doe je wel meer dan alleen het inscannen met een strijkijzer. Nou ja, het scannen is ook wel een kunst op zich hoor. Dus, want dat heeft Valentin heeft dat voor 300 van die botten gedaan. Dat moet echt niet onderschat worden, want het is dat zijn best wel gevoelige apparaten en je moet er echt gevoel voor krijgen, wil je het een beetje snel en efficiënt kunnen doen. En dan moet je ook nog handig erin zijn om het goed samen te voegen tot volledige scans. Want je scant steeds 1 kant van het bot en dan moet je heel veel overlappende delen hebben die je samenvoegt. Maar dat is inderdaad niet mijn focus. Mijn focus omdat ik dus
eigenlijk paleobiomechanica studeer, of die specialisatie doe binnen bewegingswetenschappen, weet ik heel veel van het bewegingsapparaat van deze beesten. Dus gewoon hoe deze bewogen, hoe de spieren liepen. En als je dat weet, dan dat helpt heel erg bij het maken van zo'n reconstructie. Want als je het niet zeker weet, kun je bedenken van, nou oké, waar dient dit gekke botuitsteekstukje voor? Wat zit eraan vast? Oh, nou die spier, en die spier doet dit. Nou, dan weet ik hoe ik die botten moet arrangeren. Ja, ja, dus daar helpt dat, dat enorm bij. Oké, helemaal goed. En ik zie nog een best wel technische vraag. Wat voor software en 3D-techniek heb je hiervoor gebruikt? Is dat zo? Het scannen gebeurt met Artex-scanners. En het nabewerken van die scans zelf, dus gewoon het samenvoegen van de scans, gebeurt ook in hun eigen software, in de Artex-software. Ik maak zelf de houdingsreconstructies, dus al die botten arrangeren, doe ik in een combinatie van Rhino en Maya. Mijn voorkeur gaat wel uit naar Rhino, maar ik heb ook een tijdje Maya uitgeprobeerd, omdat ik dat ook met mijn studie heb gebruikt. En het beeld houden van die dingen. Dus als je ze echt, als je de botten moet aanpassen of je moet delen, combineren om er een volledig bot van te maken of het bot te restaureren, dat doe ik in ZBrush. Dat wordt veel in de videogame-industrie gebruikt, omdat het heel goed om kan gaan met hele gedetailleerde en daardoor dus zware modellen. En daarnaast gebruik ik soms ook Geomagic Wrap. Sinds heel recent, omdat dat handig uitkomt voor de schedel. Oké, ja. Dus meerdere verschillende programma's gebruik je ervoor. Ja, ja. En dan, oh sorry, 3D-printen, dat moet je dus ook nog, gebruik je ook software voor. Gebruik ik Cura en Simplify 3D voor, afhankelijk van of het in een kleine of in een grote printer gaat. Oké. Dus elk programma heeft een soort van zijn eigen, elk programma is goed in één specifiek ding. En als je op een gegeven moment weet waar je het beste gebruik van kan maken, dan bouw je hier een soort routine in op. Ja, oké. En uiteindelijk dan, want nu zien we de botten zo in de dozen, de 3D-prints moet ik eigenlijk zeggen. Maar uiteindelijk komt die zo te staan. Nou is dit een plaatje die je gemaakt hebt van het atrium. Voor degene die nog nooit bij het nieuwe Naturalis zijn geweest. Dit is de ingang eigenlijk van Naturalis. Waarom heb je hem hierin gezet? Ja, dus we grappen wel eens met de Dinolab dat we eigenlijk een hele grote dino in het atrium moeten neerzetten. En deze trix gaat niet in het atrium blijven, maar omdat we dat gewoon eens willen zien hoe dat werkt als je een dinosaurus in het atrium hebt. En om het ook willen oefenen met het opbouwen van deze tricks, gaan we deze reconstructie, dus precies ook in deze houding voor Nagasaki, gaan we hem eerst een aantal keer in november opbouwen in het atrium. Dus dan kan je ook langskomen en zien hoe we dat doen. Gaaf. En dit is eigenlijk om te oefenen voor als die naar Nagasaki gaat. Ja. En dat zou in, ik geloof eind februari of begin maart wordt die daar opgebouwd. Dus voordien willen we het eigenlijk gewoon, willen we dat het gesmeerd gaat. Ja, ja, ik zie ook de vraag, komt het pakket aan met een soort gebruiksaanwijzing? Ja, die moeten wij dus gaan maken nadat we het zelf een aantal keer hebben gedaan. Ja. Maar er gaan wel mensen van Naturalis mee om het daar op te bouwen. Oké, helemaal goed. Ja, dat was een vervolgvraag inderdaad. Ja. Dan, ik zie ineens nog meer vragen verschijnen, maar ik vrees dat we al echt best wel over de 20 minuten heen zijn van een spotlight. Ik wil jou heel erg bedanken voor dit verhaal. En je vooral heel praten over T-Rex is fantastisch, dus geen dank. Dat merken we ook inderdaad. En ik wil je ook heel veel succes wensen met de laatste stukken nog van T-Rex om dat 3D te printen en uiteindelijk hem op te bouwen. Dus dankjewel. Dankjewel. Ja. Ja. Jij ook bedankt. Dan wil ik jullie thuis ook heel erg bedanken voor het stellen van jullie vragen. En misschien, Pasha, wil jij inloggen in YouTube dat je nog even wat laatste vragen kan beantwoorden. Want ik zie er nu een paar bij verschijnen.
Tuurlijk. Helemaal goed. Dan ga ik hem afsluiten. Mocht je dit nou leuk gevonden hebben, dan kun je je abonneren op ons kanaal. En daarnaast is er volgende week weer een spotlight. Dan staat Pepijn in de spotlight en hij vertelt over hoe we eigenlijk aan nieuwe collectie komen voor onze toch al gigantische collectie. En mocht je het leuk vinden, volgende week is er dus weer eentje. En wie weet tot dan. En wie weet ook tot snel weer in het museum. Tot ziens. Hey.